Hallo, welkom bij deze les over unittesten. Als voorbeeld zullen we uitgaan van een schatkist. We hebben in NetBeans een project geopend met de naam Treasure. In deze Treasure zit een package, ook met de naam Treasure, waarin onze schatkist zit. En de schatkist heeft de naam Treasure Chest gekregen. Hier hebben we de file treasurechest.java. In de schatkist zit een bepaalde hoeveelheid goud, wat aangegeven wordt met de private variable gold. Initieel kunnen we een aantal goudstukken in de schatkist leggen. Het is echter niet toegestaan om een negatief aantal goudstukken erin te leggen. En hier wordt ook op gecontroleerd. In het geval we proberen om een aantal goudstukken erin te leggen dat kleiner is dan 0, krijgen we een foutmelding. Uiteraard kunnen we kijken hoeveel goud er in de schatkist ligt met behulp van deze inspectiemethode. We kunnen goudstukken toevoegen en we kunnen goudstukken verwijderen. Als we goudstukken willen toevoegen of willen verwijderen, dan is de afspraak dat er altijd tenminste één goudstuk moet zijn. Dat hebben we hier aangegeven in de specificatie voor het toevoegen en hier in de specificatie voor het verwijderen. We willen nu een unit test gaan maken voor deze treasure chest. Dat gaat in NetBeans heel eenvoudig, namelijk als volgt. We gaan op het project staan, klikken op de rechter muisknop, kiezen New en hier J unit test. We kunnen nu een naam geven voor de unit test. En de naam die we zullen geven is treasure chest. Test in het package Treasure. We klikken vervolgens op Finish. En nu hebben we de keuze uit twee soorten van JUnit. En we zullen kiezen voor JUnit 4 in het geval van het vak GSO. Klik op Select. En hier wordt automatisch een nieuwe file aangemaakt. En dit wordt onze unit test. We kunnen de auteur invullen. En we zien ook dat alvast het assert package wordt geïmporteerd. Deze zullen we straks nodig hebben. Er zijn een aantal standaard methodes die nog niet ingevuld zijn. Namelijk setup class, teardown class, setup en teardown. Wat je moet onthouden is dat setup class altijd aan het begin van de test wordt uitgevoerd. Teardown class altijd aan het einde van de gehele test. We kunnen binnen de test echter meerdere testmethodes uitvoeren. En verder is de afspraak, of verder is het zo, dat de methode setup altijd voor iedere testmethode wordt aangeroepen. En de methode teardown na iedere testmethode. En hieronder hebben we dan ruimte om onze eigen testmethode toe te voegen. Laten we maar eens beginnen met een testmethode voor het toevoegen van een aantal goudstukken. Eerst wat we moeten doen is aangeven dat het een testmethode betreft. Het is een publieke methode. En het is een goed gebruik om de testmethode altijd te laten beginnen met het woordje test. Dus een methode om add gold te testen is de volgende. Nou, laten we maar eens beginnen met het aanmaken van een treasure chest. Die krijgt de naam TC. En we zullen initieel een aantal van 10 goudstukken geven. Vervolgens gaan we nog een aantal goudstukken toevoegen. Initieel waren er 10 goudstukken. We hebben er 10 toegevoegd en we verwachten dat er nu 20 goudstukken in zouden liggen. Nou, dat kunnen we controleren als volgt. In het package assert zit een methode assert equals. Deze methode heeft als eerste parameter een string. Nou, stel dat er geen 20 goudstukken in zaten. Dan zouden we een foutmelding krijgen. Dus we kunnen hier bijvoorbeeld opschrijven. Fout. 20 goud verwacht.
De volgende parameter is de verwachte waarde. Dat was dus 20. En de derde parameter is het daadwerkelijke waarde wat erin zit. En daarvoor kunnen we gebruik maken van de methode inspectGold. Sluit af met een punt komma. Nu hebben we onze eerste unit test gemaakt. Die willen we natuurlijk gaan uitproberen. En dat doen we door met de rechtermuisknop op de unit test te gaan staan en we klikken op test file. Wat we hier zien zijn groene signalen. Dat betekent dat in dit geval alle testen geslaagd zijn. We hadden maar één test, die is geslaagd. We kunnen ook naar de output gaan kijken. En dan zie je hier dat er inderdaad één test is uitgevoerd. Dat er geen enkele gefaald is, ze zijn dus allemaal geslaagd. Laten we nu voor het voorbeeld een falende test doen. Laten we 11 goudstukken invoeren in plaats van 10. De verwachte waarde is dan dus 21. Maar wij laten hier even voor het voorbeeld 20 staan. We testen opnieuw. En we zien hier nu dus een rode balk wat aangeeft dat deze test mislukt is. En bij de output zien we dus inderdaad de foutmelding. Fout, we hadden 20 goud verwacht. Dan laten we dit nu maar gauw terug veranderen, zodat we weer een geslaagde test hebben. Iets dergelijks kunnen we natuurlijk ook doen om te testen of de methode remove werkt. Nou, wat we kunnen doen is dit stukje code kopiëren en deze methode heet dan test remove gold. We maken opnieuw een treasure chest aan. In plaats van dat we 10 goudstukken toevoegen, verwijderen we 10 goudstukken. We begonnen met 10, we halen de 10 uit, dus we verwachten nu 0 goud. We moeten die 20, dus in dit geval in 0, veranderen. Nu hebben we 2 testen in onze unit test zitten. Dan gaan we opnieuw testen. Dan zien we dat beide testen geslaagd zijn. En bij de output zien we ook dat beide testen geslaagd zijn. Nu gaan we testen wat er zou gebeuren als we een negatief aantal goudstukken toe zouden willen voegen. Wat we dan verwachten is een illegal argument exception. Dat kunnen we als volgt weergeven. Legal argument exception.class. En de methode noemen we public void test add gold exception. We gaan opnieuw een treasure chest aanmaken. Met 10 goudstukken. Alleen nu gaan we bijvoorbeeld min 1 goudstuk toevoegen. Deze test zou dus moeten. Dan zou er dus een illegal argument exception opgegooid moeten worden. We hebben hier aangegeven dat we die ook verwachten. En om deze reden zou ook deze test moeten slagen. Dan laten we dat maar eens uitproberen. En zoals je ziet, maar inderdaad, zijn alle drie de testen geslaagd. Stel nu dat we niet een negatief aantal goudstukken toevoegen, maar 0, dan zou in dit geval ook nog steeds deze test moeten slagen.
En dat is ook zo. En stel nu dat we gewoon een positief aantal goudstukken toevoegen, bijvoorbeeld 1, dan wordt er geen illegal argument exception opgegooid en dan zal de test dus ook falen. Dat kan ik ook even laten zien. En nu zie je dat er twee testen geslaagd zijn en eentje gefaald is. En hier kun je ook zien dat er een illegal argument exception verwacht werd. Nou, wat je nu ziet is dat er in alle drie de testen een nieuwe treasure chest wordt aangemaakt. Wat we ook zouden kunnen doen, is in deze klasse een variabele treasure chest toevoegen. Je krijgt in dit geval even de naam TC. En wordt het dus een veld van deze klasse. Nu kunnen we in de setup-methode aangeven dat die TC een treasure chest is met initieel 10 goudstukken. En kunnen we dus hier hoeven we niet meer de treasure chest aan te maken. Wat nu gebeurt, is dat iedere keer voordat één zo'n test wordt aangeroepen, één zo'n testmethode wordt uitgevoerd, wordt deze setup aangeroepen en in die setup wordt dus een nieuwe treasure chest aangemaakt. Opnieuw testen. En zoals je ziet zijn er twee testen geslaagd en eentje faalt. Dat komt omdat hier nog steeds plus 1 stond. Daar maken we nu weer min 1 van. Testen opnieuw. En alle drie de testen zijn geslaagd. Hiermee eindigt onze eerste les over unit testen.